manifestatie wordt gehouden tegen racisme en vreemdelingenhaat, zitten vele mensen in dit land opgesloten omdat ze worden beschouwd als vreemdelingen. Dit is beleid en het bestel van dit beleid is op zichzelf racisme, omdat het een strategie is om een apart gezette groep mensen te verwijderen. Ze worden genoemd illegale, ongewenst, uitgeprocedeerd, gelukzoeker of zelfs crimineel. Al jaren voeren opeenvolgende regering en hun ministers en staatssecretaren een hetze tegen al deze mensen. Stelselmatig worden ze afgeschilderd als gevaarlijk, als terrorist, als verstoorders van de openbare orde en van onze rust en onze veiligheid. Ons versus hen. Het is bij lange na niet alleen Wilders die voor deze stemmingmakerij kan tekenen. Sterker nog, zonder al die jarenlange vervolging, zonder het jarenlang beleid van opjagen en haatzaaierij door Costo, door Cohen, door Verdonk, door Donner, door Al-Bayrak, door Heers Balin en vele anderen, zou er nu geen voedingsbodem zijn ontstaan voor racisten als Wilders. En daarmee zijn zij de wegbereiders voor dit racisme. Ze zijn eigenlijk nog erger dan Wilders, want zij verschuilen zich achter de maskers van humaniteit en zijn niet als racisten herkenbaar. Het huidige beleid en het beleid van de afgelopen decennia is racistisch. Maatregel na maatregel is en wordt getroffen om alleen deze groep mensen die als stempel illegaal heeft gekregen het leven onmogelijk te maken. Het is genoeg geweest. Dit moet ophouden. Niet morgen, niet vandaag, maar gisteren. Er zijn in dit land maar liefst 6 gevangenissen waarin mensen opgesloten zitten omdat zij zijn uitgestoten, uitgekotst, afgewezen, illegaal en ongewenst verklaard. Duizenden mensen zitten vast omdat ze geen papieren hebben. Een veelvoud daarvan zwerft op straat rond zonder medische zorg, zonder enige vorm van hulp, afhankelijk van slecht betaald werk en uitbuiting, van gedwongen prostitutie, van liefdadigheid van humanitaire en kerkelijke instellingen. Zwerven, overleven en je schuilhouden is het, met hele gezinnen tegelijk ook. Onzichtbaar gemaakte mensen. De angst om opgepakt te worden moeten mensen wel voelen in elke straat, bij elk station, op alle plekken tijdens het werk of in volgepropte zolderkamers. Is dat iets om te vieren? Razzia's in huizen en werkplekken, voor onbetaalde tijd opgesloten. ID-controles op huisleer of kledij die niet naar westerse maatschaven is. Kopgeld voor arrestaties. Uitbreiding van opsporingsbevoegdheden van de vreemde politie. Ongewenst verklaringen. De lijst is eindeloos. Nee, dit zijn geen tijden voor feest. Dit zijn tijden voor verzet. De exploitatie van derde wereldlanden en hun inwoners wordt hier in Nederland op kleinere schaal voortgezet en er wordt grof geld aan verdiend. Zonder kapitalisme geen grenzen, geen naties, geen onderscheid tussen mensen die we wel of niet kunnen gebruiken. De politiek van Fort Europa is kolonialisme. Er wordt hoe dan ook winst gemaakt over de ruggen van al die tot levenslang vluchten veroordeelde mensen. Is het niet door slecht betaalde arbeid, dan is het wel door hun opsluiting. Het kan niet anders zijn dan dat deze structuren zullen moeten worden aangevallen en vernietigd. Is het niet vandaag, dan is het wel morgen. We kunnen niet zwijgend of zingend of dansend erbij staan te kijken hoe mensen de dood in worden gejaagd ten gunste van onze welvaart. We roepen aan iedereen op het vieren van onze vrijheid die alleen voor ons is te staken en voor de vrijheid van ons allen in verzet te komen. Onze vrijheid is niets waard zolang we dit alles tolereren. Breek de grenzen van de deportatiemachine af. Kom in verzet. Vrijheid voor allen. Koude gasten, weet je waar ik hier vind? Ik zat hier in de Amsterdamse grachten. Ook nog liever onze lijkt niet. Wilders niks anders wil dan het aanscherpen van het vluchtelingenbeleid van Cohen. Alle partijen in Nederland steeds rechts opschuiven. De ballonnen van de SP die hebben altijd eigen arbeiders eerst en buitenlandse werknemers moeten wegblijven. Dus wij willen de boodschap ondersteunen, maar niet de daadwerkelijke manifestatie. Lopen naar een uitzendbureau die mensen werft voor de bewaking in illegale gevangenissen. En via daar lopen we door naar het homo-monument. Wat mij net opviel, want we hadden het over uitsluiting, dat tegengaan. En dan kijk ik naar deze groep. Niet veel donkere mensen, allochtonen, moslims die daadwerkelijk meedoen. Waar ligt dat aan?
Ik denk dat die minder gepolitiseerd zijn, zich ook minder snel durven oppakken met dat het best wel. Ja, het is natuurlijk heel jammer. We hebben natuurlijk te weinig een afspiegeling van de maatschappij in onze groep. En gelukkig wordt het wel steeds beter. En we hebben natuurlijk wel een hele internationale groep, maar toch voornamelijk de Spanjaarden, Polen. Ik denk dat het komt omdat veel allochtonen aan de ene kant minder gepolitiseerd zijn. Ze houden zich überhaupt minder bezig met politiek. En aan de andere kant, ze kunnen het zich niet minder veroorloven. Ze hebben het al zo zwaar, zo moeilijk. Je bent al zo bezig met een goede baan vinden en verder komen in een maatschappij die het je niet makkelijk maakt. Dat ik denk dat ze dat er gewoon niet nog bij kunnen hebben. Maar dat streefje zou dat wel willen. Natuurlijk, uiteindelijk is het streven dat iedereen meedoet.